Omwonenden van het Wiegrens Meer blijven zich verzetten tegen elke vorm van bebouwing van de oevers van het meer. De bewoners zijn helemaal niet tevreden met de aanpassingen die het college van BMW in het definitieve bestemmingsplan heeft doorgevoerd. Dat vertelde Roos Verhaak, een van de omwonenden, afgelopen zondag in het radioprogramma Studio De Streek. Het Wiegrens Meer is een heel authentiek, ongeschonden stukje natuur. Met prachtige bomen, dieren, planten enzovoort. Er wordt niet geroeid, er wordt niet gezwommen. Het is aan de natuur. En iedere morgen, middag en avond loopt hier half Wiegen te wandelen, hondjes uitlaten, kinderen wandelen. Nou, dus dat is een genot voor iedereen die van de natuur houdt. En een heerlijk tegenwicht tegen het lawaaierige centrum met heel veel horeca. Dus mensen hebben nu een keuze. Het is als het ware de groene long van Wiegen. Het gebied aan de oever waar gebouwd mag worden is door het college al gehalveerd tot maximaal 200 vierkante meter. Maar Roos Verhaak noemt dit nog steeds rampzalig. Het gaat er ons niet om hoeveel vierkante meter er bebouwd wordt. Wij vinden het meer is een natuurgebied. Het is één geheel, één eenheid. En daar moet de gemeente met zijn vingers van afblijven. Waar wij last van krijgen is dat de hele natuur en alles verstoord wordt. Weet je, de gemeente en ieder die Wiegen promoot heeft het over een aantal parels van Wiegen. En een van de grote parels is het Wiegens Meer. Een parel die beschadigd wordt is waardeloos. Nou, zo ook met het meer. Als je in een natuurgebied twee onderbrekingen gaat aanbrengen die geluidsoverlast veroorzaken, die de doorgang voor de dieren en voor de planten verhinderen, die parkeerproblemen met zich meebrengen, die ja, vooral de rust verstoren, dat is rampzalig. Dat is onherstelbaar. Nou, op nog minder dan 500 meter afstand is het centrum van Wiegen. Het is daar één groot terras en horecagelegenheid. Dus daar kan iedereen terecht. En wij vinden dat je niet meer van hetzelfde moet bouwen, maar en het meer in stand moet houden en horeca en recreatie in het centrum. De gemeente heeft niet naar ons geluisterd. De gemeente heeft van 650 gezinnen en individuen zienswijzers ontvangen waarin staat vingers af van het Wiegens Meer. En ze hebben dus even zo goed nog op twee locaties bebouwing toegestaan. Dat noemen wij niet luisteren. Maandag is er een petitie online gegaan waar tegenstanders van de bebouwing van het Wiegens Meer zich kunnen melden.